Hey iedereen, ik weet het is een tijdje geleden dat we nog eens een nieuwe video hebben gedeeld, maar ik was de voorbije maanden achter de schermen heel druk aan het werk aan een nieuw boek, het Ketoplan. En om de lancering te vieren wil ik jullie de komende 4 weken laten kennismaken met de Ketokeuken. Een heel pure keuken, rijk aan gezonde vetten en groenten die je verbranding en je energie een enorme boost zal geven. Elke weekdag ga ik een nieuwe tip of een recept delen via onze Facebookpagina. Ik heb de link hieronder ook toegevoegd als je graag wilt deelnemen aan deze gratis Start the Keto Challenge. En op dinsdag komt er ook een video van een recept uit het Ketoplan. En vandaag starten we met een echt power ontbijt. Toast van zoete aardappel met avocado. Het is een heel leuk glutenvrij alternatief voor brood. En je kan perfect ook verschillende porties ineens klaarmaken, zodat je tijd uitspaart 's morgens vroeg. Ik ga vandaag een vegan versie klaarmaken met gebakken tempeh als bron van proteïne. Maar je kan deze toast ook perfect serveren met bijvoorbeeld een zacht gekookt of een gepocheerd eitje. En de avocado kan je trouwens ook vervangen door bijvoorbeeld pesto, notenkaas, notenpasta. Zolang het beleg maar genoeg gezonde vetten bevat. Want het zijn net die vetten die je bloedsuikerspiegel mooi stabiel zullen houden, die je honger zullen stillen, waardoor dat je doorheen de voormiddag meer energie hebt en dat je ook minder behoefte hebt aan zoete tussendoortjes. Goed, klaar om erin te vliegen? De ingrediënten die we vandaag gaan gebruiken. 1 grote zoete aardappel, een rijpe avocado, die heb ik hier nu al in schijfjes gesneden met een beetje citroensap erop, een pakje tempeh. Kan je gewoon in blokjes snijden. Extra vierge kokosolie om alles in te bakken. En dan qua kruiding heb ik hier zeezout, kurkumapoeder en gerookt paprikapoeder. En dan bij de tempeh ga ik ook wat verse spinazie toevoegen. En dan voor de afwerking heb ik hier wat tuinkers, lekker pittig. En hennepzaadjes, een heel goede bron van proteïne en gezonde vetten. Nu kan je kiezen qua materiaal om met een broodrooster te werken voor de toast van zoete aardappel. Die werkwijze heb ik al eens gedeeld in een vorige video, dus ik zal de link hieronder ook toevoegen. Maar je kan ook perfect gewoon met de oven werken en dat is wat we vandaag gaan doen. Heel eenvoudig, we gaan de oven voorverwarmen op 175 graden. En dan is het gewoon kwestie van de zoete aardappel in schijfjes te snijden. Van ongeveer een half à 1 centimeter zijn die iets dikker, geen probleem. Dan laat je die gewoon wat langer in de oven. Nu kan je de zoete aardappel gewoon puur natuur roosteren. Maar ik voeg meestal al een klein beetje extra verse kokosolie en wat zeezout toe om dat toch al wat op smaak te brengen. Voilà, deze gaan nu een 10-tal minuutjes in de oven tot ze mooi gaar zijn. Terwijl onze toast in de oven zit, gaan we de tempeh bakken. Ook hiervoor gebruik ik wat extra vierge kokosolie, maar je kan natuurlijk ook gewoon olijfolie gebruiken. Goed, de kokosolie is gesmolten, dus dan gaat de tempeh erbij. En dan de kruiden. Flink wat zeezout om dat op smaak te brengen. Deze tempeh is trouwens puur natuur, dus er is nog geen zout aan toegevoegd. En dan voor zo'n smoky flavor voeg ik graag wat gerookt paprikapoeder toe. En kurkumapoeder, dat voeg ik ook heel vaak toe. Heel rijk aan antioxidanten, goed om de ontstekingsgraad in je lichaam te verlagen. Heel belangrijk, zwarte peper. Het is net die zwarte peper die de werkzame stof uit de kurkuma extra zal activeren. En dan kan je eigenlijk eender welke groente nog gaan toevoegen dat je graag lust. Ik vind boerenkool bijvoorbeeld heel lekker in combinatie met tempeh, maar die was niet verkrijgbaar vandaag. Dus ik heb hier wat verse spinazie. Ik ga daar 2 goede handenvol bij doen. Voor kindjes zijn kersttomaatjes bijvoorbeeld heel populair. Of als je houdt van English breakfast, dan vind ik gebakken champignons ook lekker. Je kan eigenlijk eender welke groente gebruiken die je graag lust. Voilà, dat ziet er al perfect uit. Het duurt eigenlijk maar enkele minuutjes, dus het is wel een heel snel recept. De zoete aardappeltoast ziet er perfect uit. En nu is het gewoon kwestie van die heel kort te laten afkoelen en dan te beleggen. Schijfjes avocado. Dan de tempeh. Voilà. En dan nog een paar druppeltjes olijfolie voor de smaak. En dan deze vind ik heel lekker pittig. Een beetje tuinkers erbovenop.
En dan ook optioneel, maar ik voeg die graag toe, hennepzaadjes. Dat is ook een heel goede bron van eiwitten. Omega 3 vetten, de plantaardige vorm dan. En voilà, onze toast van zoete aardappel met avocado is klaar. Je kan deze trouwens even goed serveren als snelle lunch of als avondmaal met bijvoorbeeld wat extra groenten, salade of een komsoep. Heel snel en eenvoudig. Ik ben heel benieuwd wat je van dit recept vindt, dus laat hieronder zeker een berichtje na. Geef de video een duimpje omhoog en vergeet je ook niet in te schrijven op ons YouTube-kanaal, zodat je de toekomstige video's niet mist. Voor meer eenvoudige ontbijtrecepten, zoet of hartig, verwijs ik je graag door naar mijn nieuwe boek, het Ketoplan. Ik heb hieronder ook de link toegevoegd, zodat je een kijkje kan nemen. Volgende week ben ik er opnieuw met meer informatie over intermittent fasting en een recept voor een heerlijk romig ontbijtdrankje. Tot dan!